Jens, daarnet een mevrouw gelukkig gemaakt hè, op Autovrije Zondag. Hoe is dat idee eigenlijk ontstaan om die fiets weg te schenken aan de stad Nienhoven? Ja, ik had van stad Nienhoven vernomen dat ze een autoloze zondag gingen inrichten. En ze hadden mij dan ook gevraagd of ik eventueel bereid was voor een fiets weg te schenken. Met dat wij een vrij nieuwe zaak zijn in Nienhoven, leek mij dat wel een goede stunt om wat promotie te maken voor de zaak. We zijn normaal een mobiele fietswinkel, dat wil zeggen alles aan huis. Maar met dat er veel vraag kwam naar een winkel, een fysieke locatie, hebben we gekozen voor hier in Nienhoven toch een klein testcentertje te openen. En vandaar. Christine Proficiat, op Autovrije Zondag zo'n mooie prijs gewonnen. Hoe is dat eigenlijk gebeurd? Ja, ik ben er heel blij mee. Ik had mijn fiets geparkeerd en een ticketje in de urne gestopt. Dus, en dan de dingen afgelopen, de markt afgelopen. En dan, we zaten iets te drinken met de kinderen, als ik telefoon kreeg. En ik dacht, ja, wie belt er mij nu? Zo'n raar uur. En ja, ze zijn proficiat, het gewonnen. Dus allee, dat was superleuk. En de prijs is niet te min, hè? Een prijs van 1500 euro. Mooie waarde. Ooit al iets zo groot gewonnen? Nee, het is de eerste keer. Ik ben er heel blij mee, ja. Ooit al elektrisch gereden, jij? Ja, ik heb een elektrische fiets, maar die was om vervanging toe, dus dat komt goed uit. We horen her en der in Nienhoven zeggen, die fietswinkel, die pop-up winkel, maar dat is belangrijk, geen pop-up winkel, hè Jens? Het is zeker geen pop-up winkel. Dat kan wel zijn dat we binnen enkele jaren verhuizen naar een ander pand of zo, maar het is wel de bedoeling van hier in Nienhoven bij onze klanten te blijven momenteel. Uiteraard gaan we veel ruimer dan Nienhoven ook, maar we hebben al een ruim publiek hier in Nienhoven. Ja. Hoe is het Velo eigenlijk ontstaan? Want dat komt van vandaag tot morgen niet zoiets. Nee, het is een samenwerking met nog een paar kennissen. Hebben wij besloten van een eigen fietsenmerk op te richten. Omdat wij de noodzaak voelen dat mensen soms op een elektrische fiets stappen zonder voorbereid of zonder al te veel voorbereiding. Dus het is vooral de bedoeling van de mensen te begeleiden bij die eerste kennismaking met een elektrische fiets. En dat doen we dan aan huis vooral. Heel belangrijk, hè? En de service wordt ook aan huis gegeven, heb ik begrepen? Ja, zowel levering, testrit als onderhoud gebeurt aan huis. Ja. Hoe kunnen de mensen jullie best bereiken wanneer ze winkel open hier in Nienhoven in de Lange Muntstraat? De winkel is niet zo vaak open, dus 3 namiddagen in de week. Dinsdag, donderdag en zaterdag namiddag. Voor de rest is het eigenlijk vooral telefonisch, via website, e-mail kunnen ze ons constant bereiken eigenlijk. En als ze een fiets willen uitproberen, ook geen probleem bij jullie, hè? Nee, dat kan ofwel hier aan de winkel ofwel op afspraak aan huis. Oké, Jens, we wensen u veel succes toe hier met de zaak in de Lange Muntstraat in Nienhoven. Bedankt. Dank u wel, dag. Ninos Media is het regionale nieuwsmedium voor Nienhoven en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Nienhoven en de Denderstreek op ninosmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.